Het vrouwelijk volleybal in Snit belibbert mooie tijden. Ze staan bovenaan in de competitie en ze spelen joen haar eerste wedstrijd voor Europees volleybal. En dat is voor het eerst zo'n 22 jaar. De jaren 70 en 80 winnen de gloriedagen voor het Friese damesvolleybal. DVC Dokkum en letter Animo en Olympus Snit winnen vaak kampioen van Nederland. In de jaren 80 en begin jaren 90 gaat Snit zo'n keer Europees volleybal spelen. In 1992 weer dat voor het laatst, doet ze ik voor de laatste keer Lons kampioen winnen. En voor u is bij de wedstrijd van jong Geert van Thun. Geert, kist dit dus al een historische wedstrijd nemen? Ja, absoluut. Het is een historische wedstrijd voor de VC Snits. De zeiden het zelf al. Het is goed 22 jaar geleden dat de Snitsers als volleybalbolwerk ook in Europa actief waren. Dat is wat je wil als je een volleybalster binnen. Nou, dat had Snits goed 22 jaar ontberen matten. En nou, na de winst in de beker is het eindelijk zover. Ze kennen Europa in. Hij is even hoe nooit kunnen we dat al hier wel betellen. Maar ze doen het al. En dus is Joen hier in de Snitse Sporthal het Europa Cup treffen in de Challenge Cup ontstaande tussen Snits en Alterno uit Apeldoorn. Ja, Nederlandse tegenstander dus, Alterno. Maar ja, Europees volleybal, waarom dan een bekende tegenstander van Snits uit Nederland? Ja, dat had wat te krijgen, maar het begrip van de Nationale en Internationale Volleybalbond voor de financiële situatie van de verskate volleybalclubs, die is net al te geweldig. Dat yield van Snits ook wel wat. Duur is het om Europa in te reizen. Toen hadden ze gezegd, oké, dan kunnen we zo lotje dat een dure reis in eerste instantie besparen wordt. En dan lotje dus een tegenstander uit eigen land. Is wel goed keeper, maar ja, het blijft wel een tegenstander die Snits heel goed kent. Zelfs ze hadden al spelen om de Supercups in Alterno. Die hadden ze woon met 3-0. Ze hebben Arune Wiekoy spelen in Apeldoorn in Alterno, die had ze maar 3-2 woon. Maar ja, goed, het is wel een Europees affiche. Ik lees het tegenstander dan Nederlands. En wat als Snits Junik wint, geert ze dan echt Europa in? Ja, dan is ze echt Europa in, ja. Want dan kunnen er tegenstanders wachten uit Griekenland of uit België. Dat is dan ook weer heel dichtbij. Maar dan geeft het Europese avontuur eigenlijk een echt los. En zo wordt het hier ook wel een beetje ervaren. Het was een lichte teleurstelling dat er een Nederlandse tegenstander uit de bus kwam. Maar goed, overwinnen, tegen Alterno en dan echt Europa in. Dat is een enorme winst die je levert. En dan gaan ze echt Europa in. Tegen het aan Geert van Thun bij de wedstrijd in Snits.